Welkom bij een nieuwe Koken en Knoeien. We gaan weer terug naar school, back to school. En het is tijd voor een Mystery Box aflevering. Heb je er zin in, Toby? Nee, want je weet het. Het voelt mij onveilig, ja. Als ik niet weet wat er gaat gebeuren. De Mystery Box. Er zitten alleen maar voordelige producten in. 8 producten, daarvan moet jij er 5 in het gerecht verwerken. We hebben rijst en pasta, super combi, altijd fijn. Griekse yoghurt, zalm, tomatenpuree, pesto, pistachenoten. En we hebben cherry tomaatjes. Oké. Als je hier zo naar kijkt, is er dan iets wat er gelijk in je hoofd... Ja, natuurlijk heel logisch. Je kan natuurlijk heel makkelijk een telje tellen met zalm. Een soort saus van yoghurt en tomaat en pesto maken en dan ben je klaar. Nee, daar is natuurlijk geen lol aan. Ja. Ik heb wel de vraag vanuit Jumbo gekregen of het niet te ingewikkeld... Ja, dat bepaal ik echt zelf aan. Maak het niet te ingewikkeld. Maar ook voor jezelf niet te ingewikkeld. Wat ik zit te denken, ik kan bijvoorbeeld dun gesneden geschroeide zalm met een korst van pistache en pesto. Dan kunnen we een soort van tomatenyoghurt tzatziki maken. We kunnen een tomaten fried rice erbij maken. Dat lijkt me lekker, alleen dan zit ik nog met deze. Je hoeft het niet allemaal te gebruiken. Ja. Ja, dit kan ik niet eten. Bevat de pinda en andere noten. Ja, die valt af. Ja, ik ben allergisch voor pinda. Wil je me dood hebben? Ik heb laatst ook al op de eerste hulp gelegen. Het is echt geen pretje. Ja, je leeft toch nog? Ik zou niet zeggen, hier moet je mee koken, maar dit en dit niet. Ik krijg al errors van dit onderdeel. Zullen we gaan beginnen? Oké, we beginnen met de rijst. Dat is het belangrijkste. Kan ik je ergens mee helpen? Nee. Ja, je mag een pan met water vullen. Ja, dat doe ik graag. Vul het maar met water. We hebben 2 pakjes cherry tomaten. De een ga ik gebruiken voor de tomaten tzatziki. En de ander ga ik gebruiken om even een bouillon mee te maken waarin we de rijst gaan koken, want dan krijgt de rijst al een beetje die tomatensmaak. En dan bakken we de rijst daarna als soort fried rice dan met die tomatenpuree. En we gaan dus nu de gesneden tomaatjes even bij het water. En dan even kijken of ik wat zout heb. Mijn lievelingszout, mandonzout. Mandonzout. Dat is hartstikke lekker. Misschien een beetje te luxe om hierin te gebruiken, maar ik doe het gewoon. Hè. Je bent nou eenmaal een luxe poes. Ja, maar dat is ook wel een beetje thema. Duur thema is voordeel. En back to school. Kafte jij je boeken zelf? Nee, dat deed mijn moeder. Net als het scheren van je rughaar. Dat doet mijn moeder ook wel eens, ja. Ja. We zijn nog steeds die bouillon aan het maken. En dat gaat gewoon even tijd kosten. Dus dan kan ik ondertussen misschien even beginnen met de tomaten tzatziki. Dan hebben we dat maar gehad. Net als met een tzatziki op basis van komkommer. Ja. Wil je met de tomaten, dus ik natuurlijk vooral het vocht even eruit hebben. En dan wip ik even dit zo en mijn vingers eruit. Ik heb dit nog nooit gezien. Het is nu te veel vocht. En zoals zo vaak, vocht is de vijand. Juist. Je leert wel. Ja. Heb ik uien en knoflook in de pantry? Nee. Ja, tuurlijk wel. Nee. Dat zijn basics. Oké. Zoals elke tzatziki doen we dus natuurlijk wel knoflookje ook in de tzatziki. Dat hoort. Een kijkersvraag aan Daan. Heb je al eens een koken- en knoeigerecht thuis gemaakt nadat Toby het in de studio heeft gemaakt? Wat een goede vraag. Ellen HGRS. Goeie vraag. Ja, zeker. Ja? Welke dan? De risotto, de pasta, de fluffy pancakes. Oh ja? Ja. Fluffy pancakes heb ik al 3 keer gemaakt. Ja. Wat goed. Oké, de knoflook is ragfijn gesneden. Zie je? Ja. Bijna een soort pasta is. Ja. Dan doen we nu even een beetje zout op de tomaten. En dat onttrekt dan al wat vocht. En dan kneden we het gewoon even door. Kijk, nu laat dat vocht al een beetje los. Kneden het een beetje mooi door. Oké, we choppen dit mooi. Dan doe ik het even in een vergiet. Ga je dat dan ook nog passeren? Ja, even een beetje. Niet al het vocht eruit, want dat is natuurlijk ook weer niet nodig. Maar dan gaan ze nu bij de... Hopla. Dat roeren we even mooi door. Knoflook en tomaat. Eigenlijk de basis voor een goede bruschetta natuurlijk. Ja, dat ga ik onthouden. Dan gaan we nu de biologische Jumbo Griekse yoghurt erbij doen. 1, 2, 4, 5, denk zoiets. En dan koelen we dit weer even terug, dat hij mooi stijf is. Dus dit ga je in de koelkast zetten? Ja, bouillon gieten we even af. Nou, nu hebben we een mooie tomatenbouillon gemaakt, zie je dat? Ja. Deze jongens hebben hun werk wel gedaan. Dus die gaan... Die gaan weg. Daarin. Daar is alle smaak uitgetrokken. Ja, dan pakken we de rijst. Een laagje rijst. Dan ga ik hem even op het oog proberen droog te koken. Ongeveer dit. Dit gaat droog koken. En wat we daar uiteindelijk mee doen, is dat we hem even in de oven zetten om hem nog iets verder in te drogen. Want een fried rice wil je niet met natte rijst maken. Ga ik even water halen hoor. Dan gaan wij even naar de reclame. De zomervakantie is voorbij. We zijn weer druk en we hebben geen tijd meer om boodschappen te doen. Daarom is er Jumbo bezorgeloos. Bestel zo vaak je wilt vanaf 1,85 per week. Bezorgd op jouw favoriete moment. Bestel nu en krijg een heerlijk Fusti pakket cadeau. Dat noem ik nog eens onbezorgd bezorgd. Daar is hij weer. Ja. Welkom terug in de studio. Nou, zet ik hier nog even een pan water op. Gaat wat zout in.
een beetje de voordelige prijs. Mocht je trouwens zelf de Mystery Box willen proberen, de ingrediënten staan hieronder in de beschrijving. Ja. Vinden we heel leuk als jij zelf er een gerecht bij bedenkt en dat je dat naar ons opstuurt. Dan ga ik even één nestje daarin koken en die frituren we dan eventjes. En dan maken we een chipje van. Dus dan dusten we hem even af met wat... Nu ging het luxe zout. Ja, ik laat het zo. Ik leg het nu toch even uit. En dan weet je van, oh, dat gaat er gebeuren. En dan uiteindelijk doe ik het een keertje voor. Oké. Kijk, want wat heb ik nou in de pantry? Niet wat je zoekt. Nee. Godverdomme. Gerookt paprika, moeder lieve mensen. Dit staat klaar voor zo. Dan ga ik alvast even een uitje snipperen en een knoflookje. Want dat kan zo meteen bij de tomatenrijst. Heb je geoefend met snijden? Nee. Zet ondertussen even een pannetje met olie op een pasta te gaan frituren. Ik denk dat dit ook een keertje goed is. Ja. Perfect. Ja, en dan op de plaat. Dit gaat nu in de oven op 125 graden. We gaan hem niet verder garen, we gaan hem drogen. Inmiddels zijn de pistaches gehaald die jij wel mag, toch? Ja. We kwamen ook achter dat je deze ook niet mag. Nee. Gelukkig was daar nog ook pesto. Een hele lekkere, verse pesto. Ja, deze heeft Lolita net van het land gehaald. Vers van het land. Die pel je. Ja, dat heb jij heel goed gezien. Ja, ik denk dat we er zo'n 20 nodig hebben. Ja, ben je klaar? Ja. Allemaal nep, hè? Heb je met de computer eronder gezeten? We kunnen een herhaling doen met wat je echt hoorde. Nou, dan hebben we dus hier een stuk of 20 pistaches in de vijzel. Ondertussen begint de olie te walmen. Dus die haal ik even van het vuur. Ik vind dit heel satisfying om te doen. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Ondertussen kookt het water hier, dus hier gaat nu even één nestje in. Eén nestje. Dan doen we één lepel pesto erbij. Hatsa. Er gaat ook een klein beetje van het verschrikkelijk dure zout bij. We hebben een mooie pistache pesto puree waar we straks de zalm mee gaan insmeren. Heerlijk, ziet er heerlijk uit. Ja, ik moet toch echt een keer aan het knoeirad gaan draaien, hoor. Ja, ik weet dat het er niet gezelliger op wordt, maar ik heb dat toch echt besproken met de directie van Jumbo. Het knoeirad! Oké, dan gaat ie. Nou. Volgend seizoen gaat dit eruit, dit rad. Oh, nee. Ja, maar deze vind ik ook niet leuk. De blender betekent dat het eten wat Tobias eerst heel mooi heeft opgemaakt, eerst in de blender gaat en daarna ga ik het proeven. Hond die je bent. Ik heb dit niet verzonnen. Jij draait toch aan dat rad? Ik kan toch niet kiezen waar die op komt? Dit vind ik ook niet fijn, hè? Ik wil gewoon het gerecht kunnen proeven. Niet in een blender, ik ben geen baby. Dit is koken en knoeien, dit is het format. Ja. Ik haal de pasta eruit op het moment dat het gaar is. Ik denk dat dat nu ongeveer zo is. Nou. Oké, dan pakken we nu wat mooi zout. Och, jij met dat zout. En dan gaat er dus een mespuntje paprikapoeder bij. Of een halve lepel. Mixen we het even. En dan staat dit klaar om straks de gefrituurde pasta te ontvangen. Dan gaan we dit proberen te frituren. Ja, en dat zal... Ik heb nog nooit pasta gefrituurd, maar dat zal een paar minuten duren. Dit heb je gewoon nog nooit gedaan? Nee, natuurlijk niet. Hoe weet je dan dat het werkt? Ja, frituren is frituren. Kijk, zo heb je een soort kroephoek. Wow. Ik kan me ook voorstellen dat het qua opmaak nog wel leuk is om zoiets te doen. Ja, een soort bloem. Ondertussen toch weer iets briljants bedacht. Frituurde pasta. Het is echt heel lekker. Nou, deze crunchen we hier ook even bij. Die is klaar. Dan eigenlijk de laatste twee stappen. We beginnen nu even met de gebakken rijst. Olijfolie erin. Zet het vuur niet te hoog. Rijst erbij. Ga ik nu even uit de oven halen. Alsof we die klappen in je bek, hè? Auw! Het is toch elke keer twee even seconden deze ervoor over. Gezegd. Ja. Zo. Wat we dan nu gaan doen is het ene laatste ingrediënt, de tomatenpuree. Gaan we eerst even bakken dat het ontzuurt. Dat doe je dus door te bakken. Ja, hoor je hoe mooi crispy dit is geworden? De helft gaat ernaast me. En dit bakken we dan mooi even hier mee. Oké, lager vuur. Eigenlijk als die korrels mooi droog zijn, dan zijn we er wel. Oh. Proeven. Leuk, mooi. Tot slot, de zalm. Ja, dit zal hem zijn, hè? Oh, jetzt. Gaan we net als sushi, gaan we hele mooie dunne plakken. Okay. Dit is toch ook wel erg moeilijk wat je doet, hoor. Dit zou mij niet lukken met mijn trilhandje. Neutrale olie mag goed heet worden. Gaan we hier de vis mee in zalven. En omdat hij zo dun is, gaat hij dus heel snel gaar zijn. En als je het dus met een dik stuk vis doet en het moet langer doorslaan, dan verbrandt die korst ook weer aan de buitenkant. Ja. Dus het is wel echt goed om het met een dun stukje vis te doen, want anders is het gewoon zonde. En gaan we. En dit is echt zo gepiept, hoor. Ik denk dat ik hem elke kant een minuutje geef. En dan zijn we er wel. Nee, je ziet dat hij nu al een beetje begint door te slaan aan de randjes. Ja, ja. Dan kun je hem gewoon prima... Hop. Omdraaien. Oh, oh, oh. Bijna een soort zalmschnitzel. Ik begin echt blij te worden dat jij het gewoon in de blender moet gooien. Nee, ik ben er niet meer waard dan dat. Dit is toch niet raar dat ik daaraan denk bij een zalmschnitzel? Zalmschnitzel. Ponk.
Mooi, dan zijn we er. Ik ga even de tomaten tzatziki uit de koelkast halen. Okay. Want die hebben we dus ook nog, hè? Oké. Klein stukje zonder blender. Oh, dit is fucking lekker. Zou die het merk? Wat? Zit je nou de helft op te vreten? Ja, anders gaat het in de blender. Het gaat toch in de blender. Ik wil het gewoon proeven eerst. Ja, dat is echt ziek lekker. Ja. Ja, het is wel complimenten aan de chef. Ja. Kijk, en hier, dit is ook heel lekker. Dat zal je ook allemaal niet proeven. Maar dit is de tomaten tzatziki die we hebben. Moet je kijken met die tomatenrijst. Het wordt zo lekker. Het is jammer dat jij het allemaal gepureerd moet eten. Maar het wordt echt heel lekker. Misschien is dit wel het lekkerste gerecht wat we ooit hebben gehad. Maar helaas, ik geef je vind je het fijn dat ik er wat fruitjoghurt of zo doorheen doe voor jou? Dat we daar even mee pureren. Dat je een lekkere smoothie hebt. Moet ik het drinkbaar maken met wat melk? Cola. Erin. Nou, laten we gaan pleten. Het water loopt me al in de mond. Oh. Oké, dan gaan we met de geurige tomatenrijst. Gaat de zalm. Oké. Dan gaat er een mooie kanel op van tomaat tzatziki. De blender proef ik. En dan tot slot wat van de crunch. Het ziet er fantastisch uit. Een takje dille, omdat hij achter mij stond. There you have it. Tomatenrijst met een pistache pesto zalm. Wat tomaten tzatziki. En een crunch van tagliatelle en gerookt paprika. En alle ingrediënten van de mystery box. Ja, allemaal. Nou, zal ik voor jou een lekker blendertje bereiden, Daan? Je begrijpt dat dit jouw cijfer gaat beïnvloeden, hè? Oké, Daan, dan gaan we. Tomatenrijst, dan gaat er nog wat... Van die tzatziki nou. Hatsa en een stuk zalm. Op. Zo. Moet je er een beetje zout bij of is het goed zo? Ik doe maar van dat dure zout. Niet te veel. En een takje dillen. Nou, hapsa, daar gaan we. Ja, dat blendt niet echt. Ik heb de keuze uit Spaarrood of Fernandez. Nee. Ja, Spaarrood. Spaarrood. Zo lent de keuze. Erbij. Ja, als jij toch een beetje wat tropischere smaak. Nou, dan... Stop. Vind je het lekker als er nog een beetje stukjes in zitten of wil je het fijn? Maakt me niet uit. Nou, doe het maar op, want ik wil er snel vanaf zijn. En zeg je even aan. Het is een soort drinkontbijt. Het komt nu al omhoog voor mij. Nee, dit kan niet. Dit is gewoon goede pasta saus. Ja? Ja, proef. Nou, babyvoeding. Toch? Eerlijk beoordelen, hè? Ja, absoluut. Maar je hebt net die zalm losgeproefd. Nee, ik ga het eerlijk beantwoorden. Nee, ja, die ga ik niet meenemen. Jij hebt dit ook geproefd. Je schotelt het me zo voor. Omdat het kroeihard dat aangeeft. Niet omdat ik dat wil, Daan. Daar kan ik niks aan doen. Hoe heet het gerecht? Tomatenrijst met pistache pesto zalm. Weg, weg. Wat ga je doen? Ja, nee, tief op. Nee, dit kan niet. Dit kan niet. Ja, jij geeft een 3. Ja, een 3. Tief op. Ja, oké, ik moet dit toch... Probeer je het maar zo. Jezus. Ja, oké, is goed. Tomatenrijstpap had ik het ook genoemd. Wel echt lekker. Het krijgt van mij een 7,8. Nee, ja. Kijk, ik snap dat je, maar je bent gewoon echt verwend. Ik vind het echt heel lekker. En ondanks dat zeg maar de stappen die je hebt genomen heel ingewikkeld zijn, vind ik het toch fucking lekker, maar wel een soort van door de weeks gerecht. Ah zo, ja. Snap het. Snap je? Ja. Het ja, is gewoon een heel goed door de weeks gerecht. Ja. En de rest is allemaal extraordinair. Breekt het hele bord leeg en geeft een laag cijfer. Geen laag cijfer! Dan moet zijn hele bek vol. Het is... Nee, ik vind het niet van bijzonder, maar ondertussen wel gewoon... Ja, ik heb niet gezegd dat ik het niet bijzonder vind. Ik heb gezegd dat ik de rest extraordinair vind. Ja. Hij is net zo hoog als de Eaten Mess en ik ben een zoete kou. Maar ik hou er toch een bittere nasmaak aan over. Ach, hou nou toch eens op. Kom toch maar af. Bedankt Kom voor het af. Kijken naar Koken en Knoeien. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje, klik erop. Laat even wat lieve reacties achter in de comments. Daar gaat je lat. De studio stort ondertussen in. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Doe ook vooral zelf de mystery box. Alle ingrediënten staan hier beneden in de beschrijving. En heb je vragen voor ons, laat ze ook achter in de comments. En tot de volgende Koken en Knoeien. Dat de keuken de lat iets lager heeft gelegd voor de volgende aflevering. Nee, maar je moet echt niet denken dat het nu een slecht gerecht was. Ja, je moet het zelf was gewoon een hele goede woordgrap, snap je niet? Ja, de lat. De lat ligt nu lager. Dat snap ik. Die snapte ik wel. Oké, daar. Ik zie je.